Ik heb mijn eigen YouTube koptelefoon. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en op deze vrijdag, ja, valt er weinig te doen. Het enige wat ik heb staan is dat ik zo meteen gewoon weer standaard naar de moskee ga. Maar je weet het altijd, op dit soort dagen kunnen we van alles verwachten, je weet het maar nooit. In ieder geval, ik heb de vlog geüpload en die staat gewoon weer helemaal ready. Dus ik hoef niet straks naar huis te komen of wat veranderen of wat dan ook. Ik heb nog wel wat leuks wat ik aan jullie wil laten zien. Dus laat de dag maar beginnen en ik zeg pop. Vaak zijn het de kleine dingen die een mooie gebaar kunnen maken. Dus wanneer je iets kleins krijgt, kan dat gezien worden als iets groots, weet je. Een klein gebaar. Of wanneer bijvoorbeeld iemand voorrang geeft op straat, wat die eigenlijk geen voorrang heeft, maar je zegt ga maar. Dat soort kleine gebaren, die kunnen bij elkaar een groot gebaar worden. En vaak zijn mensen te koppig om te leren van anderen. Wanneer iemand een fout maakt, kan je er gewoon van leren. Maar ik zie dat in heel veel mensen, bijvoorbeeld van jongere mensen, niks wil aannemen omdat ze denken van ja, je bent maar jong, je hebt niet zoveel levensjaren als dat ik heb. Maar wie zegt dat die levensjaren hetzelfde zijn gegaan als bij die van jou? Misschien heeft diegene wel veel meer meegemaakt op een veel jongere leeftijd. Waarom zeg ik dit? Omdat ik heb gemerkt dat de laatste tijd heel veel mensen andere mensen onderschatten. En dat moet je nooit doen. Je moet nooit iemand onderschatten. Het is super warm man buiten. Niet normaal. Goed, die tips die ik net even meegaf, waren gewoon, ja, ik vond het gewoon nodig om te zeggen. En wauw mensen, deze auto heeft de hele tijd in de zon gestaan. Dus super warm hier binnen. Super warm. We zijn nu onderweg richting moskee. Hé, hey, ze hebben hier een, wat is dit, braderie of zo? Zoals jullie zien, links achter mij verlaten de mensen de moskeeën. Moskee. En zit ik weer in mijn auto en het is echt warm, mensen. Ik heb net gehoord dat het gaat regenen zometeen. Maar dat geloof ik niet. In Nederland geloof ik bijna niks meer met het weer, echt. Het is niet te vertrouwen hier. Maar goed, mensen, ik heb niet al wat op de planning staan. Dus ik weet eerlijk gezegd niet wat ik ga doen. Maar goed, we zien wel. Volg. Ja mensen, het is alweer wat later op de avond. Zoals ik al zei, ik heb niet echt de planning, ik was gewoon thuis. Dus ja. Maar goed, ik heb wel wat tofs. En dan zullen jullie vast denken, ja, wat is dat dan? Nou mensen, kijk eens even. Ik heb... Wacht even, moet je wel even goed focussen. Ik heb mijn eigen YouTube koptelefoon. Kijk, zelfs mijn Twitternaam. Kijk, waar is die? Zelfs mijn Twitternaam die staat erop, check het. @viesesabon. Gewoon mijn eigen koptelefoon van YouTube. Hey. Nee mensen, het is niet een design of zoiets dat jullie dat gaan denken. Maar het is gewoon een cadeautje wat we hadden gekregen op die boot van Twitter, als ik het goed heb. Elke YouTuber had zoiets gekregen met zijn eigen logo. En dit is dan ook zeg maar mijn logo. Ik ben echt benieuwd wat jullie vinden van dit logootje. We zijn nu even aan het werken met dit logo. Focus dan. Zoals jullie zien, YouTube met de smiley zo eronder. Dus ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de reacties. En we willen er ook gewoon mee, echt mee gaan werken, zeg maar, als mijn vaste logo. Dus laat weten wat jullie vinden in de reacties. We zijn nog even aan het spelen met de kleur, maar dit ziet er al aardiger uit. Dus jullie zien het. Ik dacht bij mezelf, misschien is het weer leuk om even een korte Q&A weer te houden. Dus laten we beginnen met een paar vragen. Ga je dit jaar weer Ramadan vlogs doen? Ja, ik ga sowieso weer Ramadan vlogs doen. Die zijn binnenkort, als het goed is, 6 juni begint de Ramadan. En er komen weer hele toffe vlogs voorbij. En ik ga ook voor de Ramadan, als het goed is, als ik het niet vergeet. Tenminste, ik heb een leuk idee. Een soort van Ramadan starter pack video. Ik weet niet of ik het zal verwerken in een vlog of gewoon een aparte video. Maar dan wat je eigenlijk ongeveer nodig hebt om de Ramadan goed door te kunnen breken. Zo'n video ga ik maken. Dus gooi even die like omhoog als jullie zeggen van, ah, doe dat. 10 miljoen abonnees of 10 miljoen euro? Wat denk jij? Tuurlijk ga ik voor die 10 miljoen euro. Ben je gek, 10 miljoen abonnees? 10 miljoen euro? Jongen, ik fix daarmee die 10 miljoen abonnees. Even serieus, 10 miljoen euro. Ik ga daar alleen maar toffe dingen mee doen. En dan fix ik gewoon mensen die gewoon gaan filmen. Documentaire-achtige shit. En dan gaan hun dat lekker online gooien, editen, et cetera. Of ik zou natuurlijk hele zieke vlogs kunnen maken met echt gewoon gekke kwaliteit en dat soort dingen. 10 miljoen euro. Pff, ik ben weg van hier, man. Ik ben weg. Richting Marokko, vriend. Ik ga je niet blijven, G.
ga richting het lekkere weer. Zou je ooit iets met theater willen doen? Volgens mij heb ik deze vraag al een keer eerder gehad. Maar ja, sowieso. En het kost nog wel eventjes, ja, het kost gewoon tijd, mensen. Het kost gewoon echt tijd. En ik probeer echt dit jaar er naartoe te werken om voor mijzelf gewoon alles op een rijtje te hebben. Met daarmee bedoel ik gewoon echt gewoon, je weet toch, een goede auto. Gewoon een huis voor mezelf. Gewoon huisje, boompje, beestje. En dan kan ik daar naartoe richting werken. Tuurlijk, ik wil theatershows hebben, weet je. Lang door het hele land gaan en showtjes weggeven, dat soort dingen. Tuurlijk, tuurlijk. Gooi even die like omhoog als je ook langs zou komen als ik een theatershow zou hebben. Ik vraag wel veel om likes, hè. Hé, man, gooi gewoon die like omhoog, man. Gun gewoon iets, man. Gun een broeder. Als je één van deze drie talen vloeiend zou kunnen spreken, welke zou dat dan zijn? Japans, Arabisch of Spaans? Kijk, Japans kan ik een klein beetje. Maar dat komt omdat ik heel veel anime en zo heb gekeken. Weet je, dus Nandato of Kso of Yamiro. Gewoon dat soort dingen, weet je. Japans moet je dat altijd schreeuwen, weet je. Itadikimasu. Betekent iets makkelijk of zo. Spaans. Por aquí. Una Coca-Cola, por favor, señor. Sí, muy bien. Trabajo, muy bien. Transportación de cocaína de Colombia, muy bien. ja, Arabisch. Ik zou gewoon natuurlijk voor Arabisch kiezen. Waarom Arabisch? Ten eerste, volgens mij is Arabisch de derde taal wat het meest gesproken wordt hier op de wereld. Dus volgens mij eerst is Engels, en daarna Chinees en daarna Arabisch. Dus je kan het bijna overal spreken. Ten tweede, het is de taal wat wordt, zeg maar, neergezet in de Koran, weet je. Dus dan kan je dat ook gewoon lezen en dat soort dingen. En ja, Arabisch gewoon, weet je, ik ben moslim en wij moeten gewoon Arabisch kunnen. En ik ben het natuurlijk wel een beetje zo aan het leren en zo hier en daar, een beetje een paar woorden en zo. Maar ik wil het gewoon vloeiend kunnen. Arabisch. Dus ik ook gewoon naar die Arabische tv's en dus kan kijken en gewoon vloeiend kan begrijpen wat ze daar zeggen. Kijk, ik kan het een klein beetje en ik kan wel een klein beetje begrijpen en zo. Weet je, dan pik ik een paar woorden en dan denk ik van oké, hier zal het ongeveer over gaan. Maar ja, ik zou dat gewoon vloeiend willen kunnen spreken. Waarom niet? Dit was het voor deze korte Q&A. Ik ben moe. Ik wil gaan slapen. Dus ik ga de vlog ook afsluiten. Ja. Dus vond je het een leuke vlog? Doe even blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Laat het vliegen voorbij. Ik kan niet kijken van de zijkant. Soms raak je even iemand kwijt. Maar ik heb nergens spijt van. Maar wie staat er aan je zij? En wie vecht er met je mee tot het eind dan? Laat het vliegen voorbij. We vechten tegen de klok, het is een strijd, man.